Hi guys, what's up? It's Igor with Nikolai, aka Rokta, Stereko, Mr. Admin, over 30 milata. I'm personally mutik saying that the yung kami tops the concept of weight loss. Like, I get the different marking, but I get eventually after coming, I could come and it's my special for my arm. And I get dachte after that is my tom integration, the like plus one to feel as more to take it, take it, take it, take it, feel as what ik kan jou met mijn muziek gaan. Ik kan het bedrogen, ik kan het raad wat ik kan krijgen. Zo, de hoofdgedeelte achter die zon is dan van die popstar mentality, die rockstar waar je wacht, dat het bevat allerlei elementen, maar dat gaat het dus op en dan het deep house, jouw EDM sounds, dikke bass, trance rag, bevat allerlei elementen met die popstar, die rockstar. Maar het is meer jouw lekker, zoals lekker jouw centraal, jouw door, niet zo lekker. En die jelle mensen wat ik wil laten, zoals lekker zoals een redde gitaar. Met bass, lekker jouw EDM als de punt. En ik heb eigen vet. Echt deel van de proces van integration. Die elements en die sounds en die diepe cultuur uitgehaald en gezet aan de ene kant. En aan de andere kant je dus jou. Die is lekkerste gedeelte, want die is waar die vibe aan komt. Meer reggae, meer wine eraf, meer dancehall type of vibe. Sexualization van vrouwen zien, niks bullet, tinker, niks alcohol, niks van daar. Maar nog steeds lukte een algeheel dope song en een dope concept. Zo, ik voel like dat kan bij je nader aan elkaar komen. Zo, als ik een nightclub zou gaan, ga ik hier like een bij je gedrukt worden. Want als hij zo opkomt, heb ik tegen haar komen, wine gedeeld erin. En als hij weer die kant op komt, dan voel hulle ook meer at ease, cause like in die sound, like in a salicyate verskil, je wacht, of as baie na in mekaar, maar saam. En dat is wat ek probeer het met die track, ek hoop, ek weet, is a baie ander rota sound, is die gewone rota sound, wat allemaal gewone is, die hardcore, die hiphop, die pansies, en dan, ek oefen uit, ek is nog baie jong, in my loopbaan, en ek is up voor enige challenge. En zo, ik hoop, ik heb baie oren gesatisfied met die en ik hoop jullie kan nou die idee en die concept en die brains achter die songs en zo. Draai jullie kans krijg, gaat zeker echt. Peace!